Het is 3 kilometer lang racen, maar het is ook 3 kilometer lang vol sprinten. Njort, Skull, Laga, dan Triton, Neerhuis en Skadi. En dan hebben we ook nog Teta onder de wal. Klaar voor de start. Opgelet. En we zijn weg. De finale van de Oude Vieren. 8 april 2018. En dat betekent dat we los zijn. We gaan kijken wat er gebeurd is bij de start. En we zien Neerhuis als een pijl uit de boog ervandoor. Nelson Ritsema, de slagman van Neerhuis. En daarachter natuurlijk de andere 3 mannen. Tone Wieten, Lex van der Erik er ook in die boot. En natuurlijk Abe Wiersma op de start, op de boegplek daar. En de boegkeppel, ja, die vind ik eigenlijk heel moeilijk om te zien. Ik vraag me eigenlijk af of hij hem wel op heeft. Maar Neerhuis, ja, die heeft de beste start te pakken. Teta ook wel redelijk weg. Skadi is ook wel redelijk goed mee. Het is eigenlijk alleen Njort. Njort blijft lichtelijk achter. Het zijn natuurlijk mannen die geen zwaargewichten zijn. Maar wel de namen mee hebben. Hè? We hebben het al eerder gezegd. Ogi, klinkende namen. En ook De Haan is ook een klinkende naam in de Njort-geschiedenis van de Varsity. Maar het is Njort nu op achterstand. Ook een goede start hoor trouwens van Skull. Schuift niet naar voren, maar het is ontegenzeggelijk. Neerhuis, Amsterdam op dit moment aan de leiding. Katachtige halen van slagman Nelson Ritsema. Die probeert nu al het verschil te maken. En waar is dan Triton? Ja, het is een zwak punt natuurlijk. Dat weten we als geen ander. Dat Triton niet de snelste starter is. Zij moet het vooral van de 2e en de 3e kilometer hebben. We naderen de eerste boeienlijn. Die grote, grote windmolen die daar aan de houtense kant van het Amsterdam-Rijnkanaal staat. Die als een soort slagschaduw valt over 7 ploegen. Njort is nu al weg. Dat kunnen we nu al duidelijk stellen. Het is Laga dat goed mee is. Het is Skull dat goed mee is. Het is Triton dat nu ook aan het schuiven is. En ook Skadi zakt nu langzamerhand weg. Teta, moedig moet ik zeggen. Maar ik heb het idee dat het een klein beetje boven in macht is. Maar Neerhuis nog altijd wel aan de leiding. Maar hier komt Triton. Schuiven nu al lichtelijk naar voren. Waar de voorsprong van Neerhuis een iets minder dan een bootlengte was, is er nu alweer meer overlap. En dit is natuurlijk wat heel Utrecht wil horen. Zal Laga ook mee naar voren schuiven. Want ze willen natuurlijk horen dat het verschil tussen beide boten niet heel groot wordt. Want dat was de fout van vorig jaar. Vorig jaar werd het te groot en was het verschil op de treep niet meer te achterhalen. Ja, hier komt Triton. En hier komt Laga. Het is niet dominant voor Triton, voor Neerhuis op dit moment. Je merkt toch een klein beetje zenuwen ook. Ze kijken naar rechts en ze zien dat 2 ploegen nu dichterbij komen schrijven. Want Laga doet ook heel behoorlijk mee. Die ploegen met op de slagplek zien we Amos Keijzer. Daarachter natuurlijk Ralf Rinks, zoon van Nico. Vader is er ook gewoon. En hier is het dan een drietal wat zich langzamerhand probeert los te maken van de rest van het veld. Skull zakt een klein beetje weg. Er zijn 3 ploegen gezien. Streep er doorheen. Knetterhard. Geen potlood. Gewoon met pen. Njort is weg. Skadi is weg. Teta is weg. En het is hier Neerhuis met ongeveer een bootlengte voorsprong door de bocht heen. En dan gaan we alleen nog maar rechtdoor. En Bart Smorenburg, ik hoor de zwangerschap in de lucht. En jij ziet het peloton aankomen. En het kan alleen maar indrukwekkend zijn wat jij ziet. Er hangt iets in de lucht, Michiel. En er dondert iets deze kant op. Die klinker weg hier die aan mijn linkerhand ligt. Die wordt zo direct het strijdtoneel van al die Tritonezen hier op de fietsen. Die hun club naar die winst willen schreeuwen. En wij zien hier, en ik zeg wij, ik spreek niet in koninklijk meervoud, maar ik heb hier 4 jonge eerstejaars Kadinezen die hier klokken. Die hebben eigenlijk maar allemaal hetzelfde. Laat het dan toch Triton zijn. En toen jij net zei dat ze een slechte start, dan ging hier een zucht. Wij staan hier met zelfs de cameraman zuchtte zelfs een beetje mee, Michiel, want wij willen het allemaal zo graag. En ze zijn inmiddels goed en wel de bocht door. En ik loop gewoon heel eventjes die weg op, want ik wil het zien. En ik zie daar een peloton op me afkomen, alsof ik een wegaangever ben in een wielertocht. Want er komt hier een horde wilde dieren op onze kant op. Ja, dit is mooi. Hè? Mooi. Een horde wilde dieren. Maar op dit moment bovenop die apenrots is het nog altijd al Neerhuis. Hoor. We hebben het eerste kilometerpunt gehad. We naderen nu dat bordje 250 meter. Dus dat is 1250 meter gehad. En het is nu 2. Het is weer een passo doble. Weer een dans voor 2. En het voorsprong van Neerhuis die blijft een beetje haken op die bootlengte voorsprong. Laga is nu weggezakt. En Triton heeft nu een kleine versnelling geplaatst. Je ziet het nu toch wel. Die boot die probeert die overlap iets verder door te voeren. We hebben ongeveer 1300 meter gehad. We hebben dus nog zo'n 1700 meter te gaan. En er is gewoon overlap. Maar Nelson Ritsema ziet ook gewoon dat hij niet verder wegkomt. Het tempo van Neerhuis is oké. Het is redelijk fris. Maar ik heb het idee dat het nog een klein beetje aan de stroperige kant is. En bij Triton, ja, dat is ook toch een klein beetje aan de lage kant. Moet omhoog. Als ze nu gewoon er voorbij willen, dan moeten ze het nu proberen.
proberen te gaan doen, heb ik het idee. Hier Nera's weer met een kleine aanval. En dan is het gat weer gelijk naar die bootlengte. Het was vorig jaar, weten we het nog, anderhalve bootlengte. Heel lang. En anderhalve bootlengte bleek maar net genoeg. Net genoeg. 1500 meter gehad. En het gat is niet meer dan 4/5 bootlengte. Er is nog steeds overlap. Laga is nu voorbijgestoomd door Skull. Die liggen op de derde plaats, maar daar gaat het natuurlijk helemaal niet om. Het gaat om één plek en dat is de winst. En gaat hij na 51 jaar naar Triton? Gaat het Janskerkhof ontploffen? Gaat er een vreugdebom daar af in Hartje Utrecht? Of wordt het toch weer gewoon Nera's Bart? Je ziet het aankomen. Wat een ongelofelijke spanning weer. Ja, de spanning is om te snijden, Michiel. Jij zei het al, het is allemaal het stroperig. Het is het weer, het is de dikke lucht, het is de lucht die zwanger is van de verwachting van Triton. Het zijn de gedachtekindjes, de wensen van zoveel Tritonezen. En ja, het is, ik kan het zien vanaf hier, Michiel. Ik kan ze nou nog niet aanraken. Dat gaat niet helemaal lang meer duren. Ik zie hier Nera's aan de leiding en ik zie Triton steeds dichterbij komen. Ik zie ook, het lijkt wel dat, ik weet niet of jij dat goed kan zien, maar het lijkt wel alsof ze vrij dicht bij elkaar liggen, ook qua banen. Ik kan in ieder geval duidelijk zien dat het Nera's is wat wil, maar Nera's is wat niet kan. Het lijkt wel alsof ze Triton zien komen en ze proberen het. Er moet een beetje bij, maar het komt maar niet. Het is dat, ik kan bijna zeggen, die stroperigheid, zoals jij het noemde, die blijft aan ze plakken. Het is die warme lucht, die lucht zwanger van verwachting van Triton, die ze vasthoudt. En het moet nu toch Triton gaan zijn die moet gaan komen. Dit is het moment. Triton schuift, Bart. Sorry, ik breek even in, want Triton schuift nu naar voren. En de overlap die er net anderhalve voet was ongeveer, is nu echt een taft. En nu schuift Triton naar voren en ik hoor het gebulder al in de verte. En ja hoor, het puntje van Triton nu gelijk met Nelson Ritsema. En Bart, je ziet het. Het is overlap en steeds meer dan dat. Ja, ze gaan mee, Michiel. Ze gaan gewoon mee, hoor. Het is Nera's wat keurig pareert. Ja, dit is mooi. Dit is mooi. En nu weer het antwoord van Nera's. Zo hoort het natuurlijk, hè. Een beetje degenstrijd, een beetje in- en uitval en dan weer pareren. Zo gaat dat een klein beetje. Schermen op het roeiwater, het Amsterdam-Rijnkanaal. En we moeten een klein beetje uitzakken. We zijn enthousiast, verschrikkelijk hard aan het fietsen. Maar we willen zien of dat puntje van Triton dichterbij kan kruipen. Want het blijft een beetje hangen nu op slagplek van Nelson Ritsema. Maar is dat genoeg? Nog ongeveer, nou wat zal het zijn, 800 meter te gaan. En het kan nog steeds voor Triton. En hier komt dan weer die versnelling, heb ik het idee. Even nog een tandje bij. Erg lang op de slagplek, Kai Hendricks erachter. Het is Jacob van der Kerkhof. Dan Bas Thijssen op de boegplek. En dan Fiep Warmerdam. Die moeten naar voren schreeuwen. En ik heb het idee dat dit een bijzondere dag is. 8 april 2018, jongens. Ga er maar aan staan. Het zou zomaar kunnen gebeuren op de finish. Ja, het wordt hier steeds spannender. Ook het publiek wordt helemaal gek. Elke keer als jij zegt dat Triton dichterbij komt. En de harten gaan sneller bonzen. De adem stokt. Het is zo ontzettend spannend. Michiel, verschil ons door die laatste meters heen. Ja, dit is mooi. Dit is mooi, want ik vind het ook fantastisch wat Nera's doet. Je ziet die verbeterde trek van Abe Wiersma op de boegplek. Die bijt zijn hele gebitstuk. Daar moet je straks een aantal kunststanden in. Maar nu komt Triton nog verder. Ja hoor, dat puntje dat schuift voorbij. Voorbij aan Nelson Ritsema. En daarachter heeft Lex van Erik het moeilijk. Je ziet het ook. En daar hoor, hier komt Triton. Het verschil, niet meer dan een halve bootlengte lijkt het nu. 2/3. Nou goed, laat ik een beetje eerlijk blijven. Maar het is nog steeds Triton dat schuift. Triton het schuift met nog zo'n 500 meter te gaan. Ja, het was de 8 april. Ja, de two horse race waar we allemaal op hebben gewacht. En we zien het nu. We zien de ruggen van de Tritonezen op ons afschuiven. Inmiddels komen ze op het finishgebied af. Ik zie even niet waar Nera's nu ligt. Er nog wel voor. Maar Triton is enorm hard aan het strijden en lijkt te schuiven. Ja, een herhaling van zetten van vorig jaar. Je ziet de mensen van Triton nu al naar het ponton rennen. Het wordt wel heel erg spannend, hoor. Ze liggen nu bijna gelijk. Bijna gelijk. Oei, oei, oei. Dit wordt wel heel erg spannend, Tim. Ja, heel spannend. En het is Nera's dat nog steeds voor. Maar Triton komt, hoor. Triton komt, maar Nera's reageert. Het tempo gaat omhoog. Nelson Ritsema neemt zijn ploeg mee. En is dat genoeg? Ja, dit is klasse van Nera's, hoor. Wat ze hier zien. Laten zien. Nera's schuift door. En het lijkt erop dat het weer Nera's wordt. Triton nog met een poging van heb ik jou daar. Maar Nera's pareert. Nera's pareert gewoon. Ja, daar gaat het tempo, hoor. Het tempo bij Nera's. Het gaat gewoon in de lucht. En wordt het dan weer op tweede jaar op rij een domper voor Utrecht. Ze komen nog, hoor. Ze komen nog. Ze geven niet op. Maar Nera's nog steeds voor. Ja, daar komt de befaamde eindsprint van Triton. Maar die is te laat. Nee, hoor. Nera's gaat hier gewoon weer winnen. Triton heeft het geprobeerd. Het gedramd. Maar het
wordt Amsterdam. Oi, wat doet Neerhuis dit goed. Dielke Vetter viert al een feestje. Ze is er bijna. En met ongeveer een bootlengte los wordt het dan toch Neerhuis. Wat een race hebben we hier weer gezien. Het lijkt wel elk jaar beter te worden. Neerhuis toch met een duidelijk verschil. Het is Neerhuis dat wint. Neerhuis wint gewoon. Ja, Neerhuis wint gewoon weer. Ze hebben alles gepareerd wat Triton naar ze toe stuurde. En ze hebben hier gewoon keihard en eerlijk gewonnen. En de winnaar van de Varsity is wederom de ASR Neerhuis.